Straks zie je alles weer. Welkom bij het ADO-journaal. Nieuw seizoen, nieuwe kansen, nieuwe shirtjes. Jazeker, de nieuwe kledinglijn is binnen. En dat gaat me vakantiegeld kosten, waarschijnlijk. Want ik heb er al 2 apart gehangen, maar ik ga nog meer los. Dus ik ga nu de Rabobank bellen, kijken of ik het roodstaan een beetje kan verhogen. Begrijp je? Wij kijken even naar de nieuwe shirts en misschien hebben we hier en daar een reactie. Kijk mee. Waanzinnig man. Ja, dan natuurlijk trouwe supporters meteen naar de fanshop. Eerste altijd. Training gekeken, ja, maar toen shirt, thuisshirt. Ja, thuisshirt. Ja, toen ik het zag, als eerste zag ik groen-gele kleuren. Dan dacht ik van ja, die moet ik hebben. Want dat is het mooiste wat er is. Ja, ja. Een thuisshirt vinden wij altijd, de supporters, altijd een beetje op elkaar lijken. Ja, dat klopt. Maar hij is nu toch heel anders, hè? Ja, ik vind het zeker. Laat hem eens aan de camera zien en wat jij vindt dan van... Nou, dat vind ik bijzonder eraan. Wat vind je bijzonder eraan? Die strepen die erin zijn gewerkt, die doorzichtige strepen, dat vind ik echt heel mooi. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, het is wel zeker heel mooi. Dat vind ik echt heel mooi erin. Dus daarom... heb ik hem ook, en ook zeg maar die strepen en dan dat gele hier. Ja. En dan met het logo erop. Normaal is het altijd groen, maar nu is het geel. Okay, dus dat vind ik ook... Het logo staat normaal op het groene. Groene. Ik letter altijd op. Dat zijn dingen natuurlijk die ik wil weten. Dat zijn die thuis. En dit, wat is dit? Dat hadden we nog niet gezien, hè? Daar staat de officieel product staat er dan op. Oh, dat is als het alleen... Oh, je hebt hem niet op de markt gekocht. Nee, ik heb hem hier met de feestje op gedaan. Nee, natuurlijk. Officiële, tuurlijk. Is dat het enige waar je voor gaat sparen? Ja. Niet een mooi trainingspak? Nee, alleen de shirt vind alleen ik mooi. En wanneer ga je hem aantrekken, man? Elke dag doe ik hem aan. Oké, goed. Zo, maar af en toe wassen, hè? Ja, tuurlijk. Kom, top. Ik vind hem ook heel erg mooi. Met trots. Echt, goed zo, maat. Deze is ook kick, hè? Ja, tuurlijk. Nooit zijn. Toe, maat. Thanks. Is het toch niet, maar wat vind je van die nieuwe kleding? Ja, hallo. Ronald van der Geer? Ja, Ronald, ja. Oh. Mag ik met Alberto praten? Ja, nee, dat is goed. Oh. Ja, oké. Okay. Nee, geen probleem. We staan in de fanshop, maat. Wat vind jij van de nieuwe kledinglijn? Mooi. Ja, hè? Ja. Waar zit die mooiheid in? Nou ja, thuisshirt is altijd zoals het is. Gewoon groen-geel. Dat vind ik gewoon... Geel-groen. Geel-groen. Groen-geel. Groen-geel is groen, erg. Geel. Je ergert je groen en geel. Ja, en het is geel-groen. Ja, de vlag van Haag is boven geel. Geel en onder groen. Juist. Kijk die uit, maat. Okay. Dus dit shirt vind je mooi. Ik hoorde net van een supporter die zegt... Ja, normaal zit dit logo op het groene. En nu is het geel. Dat vind ik wel mooi. Nou ja, zeker. Ik vind het sowieso mooi. Ja. En zoals het uitshirt vind ik heel mooi. Ja, hè? Ja. Alle kleding en je ziet het, maat. Het ligt alleen nog maar aan jullie, want hun kopen alle spullen. Dus. Ja, toch? Dan mogen wij weer een mooi seizoen van maken. Ja, hè? Ja, toch? Hebben we er zin in? Ja, tuurlijk, altijd. Goed zo, maat. Gaan we nog dat binnenkort? Ook nog. Oké, gezellig. Alles gaan we doen. Oké, maat, dan ga je ding doen. Want is goed. Zelfs lekker komt de spullen kopen, natuurlijk. Dat begrijp je wel.
Oh nee, dat zal ik niet meer zeggen, Jo, want die Ali B die zegt dat tegenwoordig in de reclame, dus ik zeg geen Jo meer. Mat? Oh, Mat zal ik ook mee kappen. Blijf er nog over. Michael, je hebt een nieuwe shirt aan, hè, Mat? Ja. Ja. Mooi? Ja, het zit ook onwijs lekker. En persoonlijk vind ik dat ooievaartje er goed op uitkomt. Ja, maar dat moet toch ook? Nee, even serieus, Mat. Het is, ja. Ik heb wat in het begin wat commentaar gelezen op de sociale media over het logo. Dat het niet geel en groen is. Maar ja, als maar we eerlijk zijn, maar het staat dit toch veel mooier erop. Ik vind het persoonlijk ook wel onwijs mooi staan. Ja. Kijk, zolang je het niet bij het originele thuisshirt bij spreken doet. Precies. Is of bij een wit shirt hoeft het niet. Nee, maar dit hebben we ook wel weer wat apart. Vorig jaar hadden we dat zwarte shirt. En had je ook het keepershirt. Ja, het keepershirt. En dat vonden mensen ook onwijs mooi. Ja. Dus? Ja. Maar, ja, ik ben er tevreden over. Het is een mooi pak. Wat vind je van de Adodaag hier? Ja, ik vind het wel apart. Ik had eigenlijk een beetje, want ik had dat al vernomen dat er zou komen. Want je zag natuurlijk Car Jeans, die heeft dat ook. En toen had Ruud tegen mij gezegd, nou let maar op, die nieuwe kledinglijn, die heeft dat ook. En nou, in die shirt zit het dan. Ja. Helaas niet bij de trainingspakken volgens mij. Als ik het goed gezien heb, staat het er wel op. Staat er op de trainingspakken, staat het wel. Ja, dan wordt de vraag anders. Maar waarom niet op het wedstrijdshirt? Dat moet echt bij Ruud zijn. Ja, ja, die bakt, Ruud, hoor je het? Want ik dacht dat het daar... Want ik denk, ik pak er even een. Ik loop even uit beeld. Ik denk, kijk, als je zo de shirt hebt en zo hier aan de zijkant. Hey, ga jij zo'n beetje zijwaarts staan, dat die mensen zien wat erop staat. Zijwaarts, dit is de zijkant. Juist, Ado Den Haag. Had ik ook wel mooi gevonden hier. Maar goed, dat is voor volgend jaar natuurlijk. Allemaal ideeën. Ja, allemaal ideeën. Kan er wat mee? Maar wist jij dat op dit shirt, want dat hoor ik net toevallig. Op dit shirt staat het embleem voor het eerst in het geel. Want normaal is deze baan groen. Wist je dat? Nee, je vertelt wat nieuws. Was mij ook nog niet opgevallen. Mijn ook niet, maat. Ik ga het ook Cassandra vragen. Cassandra, wist jij dat bij dit shirt? Ben je in beeld? Ze is in beeld. Ja, ze is in beeld. Heel ver weg, maar dan maak je wat kleiner. Het staat op het geel. Dit is de gele achtergrond. En normaal, en oude shirts was het op het groen. Ja. Hoor ik net van de klant. Weet je dat? Wist je dat? Nee. Nee, was me nog niet opgevallen eigenlijk. Op de foto van de top. Daar staat hij ook op de strepen. Maar staat hij ja, op. Maar dit is geen. Hij komt beter uit zo. Hij komt gewoon op het hart. Laten we het hier. Ik sluit het af, want er klopt helemaal niks van wat ik weer zeg. Dat andere was ook wel geel, maar een beetje geel-groen. Hè? En dit is natuurlijk echt op geel. Dat bedoelde die jongen natuurlijk. Ja, ik vind het waanzinnig hoor. Maar Cassandra, heb jij al gebeld met de Rabobank over mijn. Nee hoor. Nog niet. Heb ik nog geen goedkeuring? Nee. Ik moet nog even wachten, want anders ik koop die hele tent los natuurlijk. Ik heb ook vakantiegeld, dat begrijp je wel. Heb jij vakantiegeld, maat? Is ook al op. Is op, ja. Nou, ja. Lopen shoppen, ja. Het is weg. Cassandra, zijn we binnen 1-2 dagen uitverkocht of kunnen de mensen relax aan doen? We hebben genoeg voorraad. Je hebt genoeg voorraad? Ja hoor. U hebt genoeg voorraad, dan zou ik zeggen, kom naar de shop. Jullie zijn vanavond weer tot 7 uur open natuurlijk. Half 6, Alberto. Ja, u zit natuurlijk vanavond tot 5:30 open, hoor ik net. Ja. U ziet het, de eerste aflevering is natuurlijk altijd weer een beetje aftasten en voelen. Dit was het Ado Journaal. Laters.